Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zondag 29 april. Er is veel bewolking boven Nederland en vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 10 en de 12 graden. Het is overwegend bewolkt en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanmiddag dus ook eerst regenachtig, maar vanuit het zuidoosten wordt het geleidelijk aan wel wat droger en kan de zon even doorbreken. Daar wordt het dan een graad of 21, terwijl het elders 11 tot 15 graden is. In de avond volgen er een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en windstoten. De temperatuur ligt dan zo rond de 13 graden en er waait een matige noordoostenwind. Ook vannacht diverse buien en dat geldt ook nog voor morgenochtend. In de ochtend trekken de buien wel richting de Noordzee en wordt het op de meeste plaatsen droog. Smiddags dus wordt het dan zo'n 13 tot 16 graden bij een stevige zuidenwind. In de avond en nacht gaat het weer regenen en gaat het hard waaien. Dinsdag en woensdag is het ook nog wisselvallig met temperaturen dinsdag van hooguit 9 tot 12 graden. Woensdag wordt het al wat warmer, en vanaf donderdag wordt het overwegend droog weer met zonnige perioden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne zondag.